Een hele goede middag allemaal. Mijn naam is Dennis van der Brink, coördinator jeugd bij LOC Zeggenschap en Zorg. Aanstaande zaterdag komen we bij elkaar met een aantal jongeren en ouders in Oud-Zuilen. Nou, ik ben Anna en we zijn hier bij Oud-Zuilen. Het is vandaag zaterdag, ik weet niet precies hoe laat het is. En ja, we zijn nu bij de vlogcursus, we staan nu buiten. Het is vooral veel lachen met elkaar over hoe je dit in beeld gaat brengen en waarom. Kijk, hier staan mijn collega-vloggers. En, ik denk dat het vast een hele toffe dag gaat worden. Ik heb er zin in. Kom je nog eens ergens, hè? Dan sta je in één keer in het pittoreske Oud-Zuilen bij Utrecht. Boven toe hier, een heel mooi oud bandje. Even kijken waar we allemaal naartoe gaan. Nou, je komt nog eens ergens zo. We zijn nu in het kantoor beland. Zoals je kunt zien, waar we dadelijk onze training gaan krijgen. En hier aan de tafel, ja, je ziet het, daar zit degene die het ons allemaal moet gaan leren vandaag. Hij zwaait al netjes. Goeiedag meneer. Hey Edwin, goedemiddag jongen. Hey, je bent een stukje groter dan ik, dus ik moet mijn camera dadelijk even gaan verschuiven. Het loopt hier wel op. Ja. Als jij nou iets naar voren gaat, nee, dat gaat prima zo. Hey, vertel het eens. Ik ben heel erg blij dat wij deze mogelijkheid hebben gekregen om dit te mogen gaan doen. Wat willen jullie als LOC er zelf ermee gaan bereiken? In eerste instantie willen we mensen vooral helpen om hun eigen verhaal te gaan vertellen. En ook hen helpen om dat wat ze aan het doen zijn voor LOC. Maar zeker ook daarbuiten in beeld te kunnen brengen. Wij zien toch dat beelden veel meer kunnen bijdragen aan dat wat voor mensen belangrijk is. Los van wat we allemaal doen met informatie, met tekst, met schrijven, denken wij dat dit een hele goede toevoeging kan zijn aan de activiteiten voor LOC. Nou, wij zijn er in ieder geval heel trots op dat we het mogen doen. En ik hoop inderdaad een bijdrage te kunnen gaan geven dadelijk. En ik hoop dat jullie ze straks allemaal mooi gaan plaatsen op het juiste platform. Nou, het is wel goed dat je daarover begint. Want het is niet alleen de bedoeling dat LOC dat zelf gaat doen. Het is juist ook de bedoeling dat mensen zoals jij zelf ook het initiatief gaan nemen om opgenomen filmpjes op het platform te plaatsen. En dan niet alleen op het platform, dat kan ook op Facebook zijn, dat kan op Twitter zijn, dat kan op andere sociale media zijn. Ja. En wij zouden daarbij kunnen ondersteunen hoe je dat dan doet. Van mij dacht het goed, want ik vind het helemaal goed. Helemaal leuk dat ik ook dit kan doen. En zometeen ga ik natuurlijk iemand ondervragen hoe zij het vinden. Ik ga nu Jeffrey ga ik ondervragen. Gaan we beginnen. Nou Jeffrey, hallo. Ik ga jou lekker ondervragen allemaal. Vraagjes. Lekker joh. Ja. Ik heb er zin in. Ja, ik natuurlijk ook. Ik ben daar hoe vond je deze vlogtraining? Ja, ik vind het eigenlijk nog steeds heel leuk. Hè? Er wordt goed onderwezen in wat we moeten doen. Ik leer nu al dingetjes waarvan ik dacht van... Ja, ik ga eigenlijk niet zo heel veel leren, maar dat monteren, daar ben ik straks heel nieuwsgierig naar. Ja, ik ook. Heel leuk, heel spannend en toch wel weer puntjes waar ik mee verder kan. Hartstikke goed. Vind je het moeilijk om het te filmen of wat? Ja, het is even wennen, maar het lukt me aardig volgens mij. Ja, super blij. De brug die verbindt voor mij eigenlijk de mensen voor wie wij ons werk doen. Kinderen, jongeren en ouders die te maken hebben gehad met hun ervaring in de jeugdhulp. Om hen dichter bij mensen te brengen die te maken hebben met beleid. Met mensen die werken bijvoorbeeld bij de gemeente of bij het ministerie. Of professionals die zich bezighouden met het uitvoeren van jeugdhulp. Wij zien eigenlijk dat participatie van kinderen, jongeren en ouders... op sommige momenten nog niet altijd voldoende is en dat zij pas vaak worden betrokken op het moment dat er al beleid is gemaakt. Ja, dat is eigenlijk waar wij ons als LOC constant voor inzetten. En in de kern doen we dat altijd met kinderen, jongeren en ouderen.